Hallo allemaal, hier ben ik weer, Delilah Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Je kunt me tegenwoordig ook een bedankje sturen. Hieronder aan de video is een button bedankt en dit wijst zich eigenlijk vanzelf. Hiermee kun je me dus een lief cadeautje sturen als je dat leuk vindt. Omdat je blij bent met de content die ik maak bijvoorbeeld. Ik wil jullie daar enorm voor bedanken. Ik krijg super lieve bedankjes. Ik hou van jullie. Nou, ik waardeer het gewoon enorm. En ja, het ontroert me ook dat jullie blij zijn met het werk wat ik voor jullie allemaal doe. Vergeet ook niet naar de community post te kijken. Ik zet daar iedere dag prachtige quotes neer. En ja, mooie zegeningen vanuit alle soorten oudheden en wijsheden. Van alle soorten religieën en geschriftes. Dus ja, daarin zie je maar dat we allemaal één zijn en dat alles een eenheid vormt. En alles naar hetzelfde doel wijst. En dat is goddelijkheid in ons te vervolmaken en te ontwikkelen. We zijn beland bij redevoering 29, Saint Germain, 19 augustus 1934. Redevoeringen van acteurs tijdens het muziekfestival The Soldiers Field. Op verzoek van Saint Germain vertel ik u over de machtige vervolmaking op het muziekfestival van gisteravond. Mag ik eerst mijn eigen nederige inspanningen vermelden, die ik deed in samenwerking met de mensen die 2 jaar geleden op Nieuwjaarsdag aanwezig waren op Royal Tatum. Toen werd er bepaald dat de eeuw van de openbaring en vooruitgang een brandpunt zou moeten zijn voor opbouwend werk, dat gedurende de volgende 100 jaar voortdurend zou uitbreiden en in intensiteit toenemen. Het openen en verlichten hiervan was de eerste stap die leidt naar de prachtige gouden eeuw die zich aankondigt door deze activiteit. Dit maakte van Soldiers Field gewijde grond een heilig altaar van goddelijke werking in de westerse wereld en voor zover de mensheid in het algemeen erbij betrokken is, het middelpunt van heel Amerika, en zou een boek kunnen geschreven worden over alles wat hier voor gisteravond gebeurde. Maar als gevolg van het menselijke tijdsbewustzijn moet het sterk ingekort worden en kan dit slechts in grote lijnen weergegeven worden. Voor ik verder ga met deze beschrijving, wens ik uw aandacht te vestigen op het ongeëvenaarde aantal schouwspelen allerhande, die deze zomer door veel nationaliteiten in Soldiers Field gehouden werden. Deze schouwspelen geven de periode weer vanaf Jezus, hemelvaart, tot op heden. Ze geven erkenning aan de verheven staat, die het allerbelangrijkste en het toppunt is van alle menselijke ervaringen. Deze schouwspelen zijn vanuit menselijk standpunt een opfrissing van het slapende geheugen bij de grote massa. En ze zijn een verheffing van de essentie van deze activiteit. Hoe gemakkelijk is het niet voor de mensheid om voorbij te gaan aan verheffende gebeurtenissen wegens haar ongeloof in de erkenning of de aanvaarding van de ware volmaaktheid van het leven. Want alle leven dat zich uitdrukt is God in werking. Ongelukkig genoeg wordt dit leven zeer dikwijls gekleurd door menselijke begrippen van beperking en destructieve eigenschappen. Nochtans is iedereen vrij dit te doen of niet, dankzij de kracht van de vrije wil die iedereen bezit. Dit zal echter weldra grotendeels verholpen zijn door het terzijde schuiven van een groot deel van de menselijke vrije wil, zoals hij vandaag gekend is. Dit zal veel mensen in staat stellen te ontwaken en gered te worden van hun eigen ondergang. Nou, dat zal mooi wezen. Indien de studenten die reeds het bewuste pad bewandelen, denken dat ze, wegens hun onwil om de nodige zelfdiscipline aan de dag te leggen, kunnen spelen met de grote wet, dan kan ik hen zeggen dat ze zich werkelijk ongelukkig zullen voelen. De grote wet die geen onderscheid maakt, houdt mensen aan hun woorden en hun gevoelens. Diegenen die denken hieraan te kunnen ontsnappen, vergissen zich echter. Het volgende schouwspel over de Kelten is werkelijk zeer belangrijk, want het dringt door in de trillingswerking vanaf Jezus' tijd tot op heden.
Gisteravond was de innerlijke werking in en boven Soldiers Field een van de meest goddelijke sinds de Kumara's naar de aarde kwamen. De ene cirkel na de andere steeg op vanuit de aarde en omhulde diegenen die zich op het veld bevonden. De eerste cirkel werd gevormd door de leden van de grote witte broederschap, van wie het lichaam de verheven staat nog niet bereikt heeft. Zij waren gekleed in gouden gewaden. Vervolgens kwam de heerschaar van de opgevaren meesters die de verheven staat bereikt hebben. Daarna kwamen de engel Devas en zeven cherubijnen. De cirkel boven hen werd gevormd door vier goden van de bergen. Drie van hen kent u, de andere zult u leren kennen. Deze goden werden omringd door de aartsengelen, waarvan de aartsengel Michael de leider was. Rondom de kern van licht in het midden van het veld, die zich uitstrekte van 200 voet, 61 meter, in de diepte van de aarde tot 5000 voet, 1524 meter, boven de aarde, bevonden zich Saint Germain Jezus, de grote meester van Venus en de grote goddelijke directeur. Zij waren de verdelers van de machtige energiestromen die naar alle delen van de aarde gezonden werden om zonder dralen hun werk te doen. Terwijl de heilige stad bezongen werd, werd het goddelijke patroon van datgene wat de heilige stad op aarde moet worden neergelaten op haar rechtmatige plaats, totdat ze een zichtbare trillende stad van licht wordt voor de westerling. De juiste plaats van deze stad mag ik u momenteel niet onthullen, maar ik verzeker u dat ze een machtige werking bezit, die een machtige werkelijkheid zal worden voor de bewoners van de aarde. Tijdens de solo-gezangen van de heer Thomas werd deze grote trillingsfrequentie opgenomen en weergalmd door een groot koninklijk hemelskoor dat de straling over Amerika uitstortte, als een fonkelende douche van licht om te verteren en te zegenen. Terwijl het Halleluja-koor zong, werd de volledige trilling naar Jezus gericht, die ze onmiddellijk kon verspreiden. Ik wens u te verzekeren dat de harmonie van deze kleurrijke decors niet zomaar een menselijk idee was, aangezien diegenen die hiervoor gezorgd hebben geïnspireerd werden door opgevaren meesters, voornamelijk door Saint Germain. Hierdoor werd een vernieuwde krachtige werking gevestigd. Deze was duizendmaal of meer versterkt om vanuit het middelpunt tot aan de buitengrenzen van Amerika in de wereld opnieuw in werking te treden in het leven, de ziel en het licht. De voorstelling van de ondertekening van de onafhankelijkheidsverklaring was noodzakelijk om haar ongeëvenaarde uitwerking op de wereld onder de aandacht te brengen. Van de wereld en van Amerika in het bijzonder. Het vestigde de aandacht van het Amerikaanse volk erop dat zij sterk kunnen vasthouden aan de oorspronkelijke grondwet van de Verenigde Staten, die een goddelijke schepping was en is, totdat de volledige grondwet van de opgevaren meesters voor de Verenigde Staten van Amerika zal verschijnen. Dit zal gebeuren naarmate de vooruitgang van de Gouden Eeuw verder gaat. De gouden adelaar en het wapenschild zijn de voorstelling van de hoge goddelijke bescherming voor Amerika, die opnieuw wordt gevestigd. De vrijheidsklok in de krachtige blauwe kleur stelt voor Amerika en de aarde de glorierijke vrijheid voor en de eeuwigdurende bevrijding van al het menselijke egoïsme, dat uit elke situatie persoonlijk profijt haalt. Het motief hiervoor is door de eeuwen heen altijd hetzelfde geweest. De vier krachtige blauwe stralen die een baldakijn vormden over het veld en die door het volk als alledaags beschouwd werden, stelden de vierdimensionale werking voor die op aarde zichtbaar werd gemaakt. Indien het voor de bescherming van Amerika, het juweel in het hart van God, nodig zou zijn, dan zal schitterend licht als van duizend zonnen neerdalen op de aarde
en het zal alle menselijke disharmonie en egoïsme op de planeet verteren. De waaier van roze licht van bij het begin moest dienst doen in de totale werking. De grote liefdester stond boven allen en zij wierp haar stralen doorheen alle cirkels van grote wezens. Ik feliciteer u en ook deze goede broeder en de vele studenten van onze beminde Saint-Germain. Ik dank u voor al uw eerlijk en oprechte werk ten behoeve van de vrijheid van Amerika. Mogen de werkzaamheid van deze beminde studenten van het licht steeds verder uitbreiden, totdat de lichtstraling vanuit deze kern heel Amerika bedekt. Ik feliciteer ook onze beminde Saint-Germain voor zijn grote volbrenging in het vestigen van deze kern en brandpunt in Amerika, voor zijn wonderlijke liefde, zijn licht en zijn werk voor Amerika, gedurende bijna 200 jaar. Dit werk zal weldra zijn vruchten beginnen afwerpen. Het zal zo volmaakt zijn als geen enkele beschaving ooit gekend heeft. Ik buig in de erkenning van zijn grote liefde, wijsheid en kracht. Ik feliciteer u, mijn beminde zuster en broeder, voor uw liefde, standvastigheid, geduld en inzet, voor de studenten uit het verleden en voor degenen die nog zullen volgen. Weet altijd, ik ben de enige handelende tegenwoordigheid en u zult ondervinden dat elke handeling in overeenstemming zal zijn met de volmaaktheid van deze tegenwoordigheid. Ik zeg u tot ziens, maar niet vaarwel. Arcturus. Prachtig weer. We zijn beland bij redenvoering 30. Dit was redenvoering 29. Oh, nog maar 3 te gaan. Het is tot redenvoering 33. Ja, dat is de vervolmaking. Eeuwige, oneindige leven. Liefdevolle mensen, ik hou van jullie heel veel. Bedankt voor alles, voor het kijken, voor de cadeautjes, voor al jullie liefde. En ga vooral zo door. Ontwikkel het. Doei!